Mijn naam is Niek Kleinjan, ik ben slagwerker en artistiek leider van het project De Kanon van het Slagwerk, wat ik samen met Brava heb ontwikkeld. De Kanon van het Slagwerk is een overzicht van 50 vensters, in dit geval composities, voor soloslagwerk. Inspiratiebronnen voor de Kanon van het Slagwerk zijn de Kanon van de Geschiedenis en de Kanon van de Popmuziek. Vandaag zijn we bij Adams, ontwikkelaars en bouwers van muziekinstrumenten van zeer hoge kwaliteit. Adams zal alle slagwerkinstrumenten van de Kanon van het Slagwerk sponsoren. De Kanon van het Slagwerk is opgedeeld in 5 categorieën. De 5e categorie zijn stukken waarbij nauwelijks slagwerkinstrumenten worden gebruikt en theatrale stukken. De 4e categorie is setup, dus dat is een verzameling van instrumenten. De 3e categorie is kleine trom, dus alle composities geschreven voor kleine trom. De 2e voor vibrafoon. En de 1e categorie is de marimba. Slagwerkinstrumenten zijn de oudste instrumenten ter wereld. Slagwerk is namelijk heel erg primitief. Vroeger begonnen mensen namelijk met dingen te slaan of op dingen te slaan, zoals op hout of iets dergelijks. En in de loop der jaren is het slagwerkinstrumentarium heel erg ontwikkeld. We zijn mensen steeds verder gaan ontwikkelen omdat daar behoefte aan was. Er was behoefte aan verschillende klanken of verschillende geluidjes of klankkleurtjes. En daarom hebben we nu alle moderne instrumenten die nog steeds ook uit deze dezelfde houtplanken worden gemaakt. Slagwerk is daarna in het orkest gekomen. Componisten hebben geschreven voor slagwerk en dan was je altijd onderdeel van een grote geheel, dus van een orkest, van een ensemble. Maar het solo slagwerk daarentegen, die geschiedenis is nog maar heel kort. Net zo kort als de popmuziek. De 2e categorie is de vibrafoon. In tegenstelling tot de marimba heeft de vibrafoon metalen toetsen. Tevens heeft de vibrafoon ook een pedaal waarmee je de toetsen kan dempen en openlaten. Ik heb de kamer van het slagwerk ontwikkeld om klassieke muziek en soloslagwerk toegankelijk en overzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld leeftijdsgenoten en andere concertbezoekers. De 3e categorie is de kleine trom. De kleine trom lijkt een heel simpel, klein, makkelijk instrument, maar dat is het helemaal niet, want het repertoire wat ervoor geschreven is, is behoorlijk complex door alle ritmes, maar ook de verschillende klankjes en speeltechnieken. Dus het is eigenlijk een heel erg moeilijk instrument. Zoals gezegd is Brava mediapartner in dit project. De Kanon van het Slagwerk komt daarom ook veel op televisie en radio. De 4e categorie is setup. Setup betekent een verzameling van een aantal instrumenten. In dit geval bongo's, een tom en een grote trom. De Kanon van het Slagwerk komt natuurlijk ook op internet en social media, zoals Facebook, Twitter, Spotify, iTunes. Hiermee betrekken we de slagwerkcommunity en onze fans bij dit grootste project. Dus iedereen mag meedoen. En in de 5e categorie staan stukken waarin geen of nauwelijks slagwerkinstrumentarium wordt gebruikt.